hartelijk welkom bij de 2023 jubileum tentoonstelling van het Louis Couperus Museum. Waar gaat deze tentoonstelling over? Henk Boelmans-Hanenburg van het Toverlantaarn Museum en ik zijn dus bij elkaar gaan zitten in het keukentje en we dachten, we gaan in de persoon van Couperus duiken en in de karakters van zijn boeken. Nou, ik sta hier bij de meneer die dus de tentoonstelling heeft ontworpen. Hoe ben je eigenlijk van start gegaan om zoiets te creëren? Ja, dat hebben we samen gedaan. Josephine Mortel, de conservator hier, dus de directeur hier eigenlijk, want ik ben gastconservator zoals dat dan ineens heet. We hebben samen toch gebrainstormd van wat willen we? We willen Couperus eigenlijk in zijn tijd wel laten zien, maar we willen ook zien hoe zou Couperus kunnen zijn na 100 jaar, zeg maar, want hij is inmiddels 100 jaar dood. Het thema van de tentoonstelling is gender en identiteit. Het gaat over wie ben je en in hoeverre ben je eigenlijk vrij om jezelf te zijn en om zelf iets van je leven te maken. Ik ben toch heel blij dat ik hier mag spreken vandaag, om verschillende redenen. Ik was vandaag bericht in Trouw over deze tentoonstelling. Daar stond de meest gedurfde tentoonstelling in het Couperus Museum ooit. Daar wil ik natuurlijk absoluut bij zijn. En in zijn tijd beschreef hij zichzelf van hoe hij zich wilde zien. En dat was, hij moest een mooi pak aan hebben, hij moest een katheter voor zich hebben staan. Hij moest een mooie schilderij op de achtergrond, liefst Rembrandt erachter. Nou, dat was uitgangspunt aan de ene kant. Maar er is natuurlijk ook een Couperus die liever niet vertelde, die wel zijn personages liet vertellen, maar die het zelf eigenlijk geheim hield. Dat was in het zwart-witte 1900 was dat lastig. Maar nu, in de kleurrijke regenboogwereld van nu, is het vaak ook net zo lastig om jezelf te zijn. Ik denk ook dat dit thema wel wat los zal maken. Misschien ook wel wat mensen die te schande vinden, maar het lijkt mij eigenlijk alleen maar goed tegenwoordig. Ik ben heel blij dat ik hier mag spreken om deze reden. Ook omdat dit het begin is van wat je zegt, de Couperusjaar gaat worden. 100 jaar. En dat hebben we aan de andere kant laten zien. Want Couperus die was veel in het buitenland, in Rome en dergelijke. En daar zwierf hij eigenlijk door de, niet zo goede buurten. Wat hij daar deed, weten we dus niet. Maar we hebben het wel verbeeld aan de andere kant. Daar zie je zwarte tralies. En dan zit hij te kijken naar een kale muur waar allerlei hersenspinsels voor hem geprojecteerd worden. Dus je ziet daar blote mannen waarvan we denken dat hij daar wel op viel. Maar dat weten we eigenlijk ook niet zeker. Want Couperus is echt zo iemand, daarom is dat ook tot binaire zo. Couperus heeft twee kanten. Aan de ene kant prachtig, mooi, buitenlijk. Aan de andere kant iets zwartigs en dergelijke. En dat deed hij voor zowel mannen als voor vrouwen. Want hij zag ideale mannen, dat waren dan militairen en dat waren goden uit het Griekse Rijk. We laten in de tentoonstelling zien hoe Couperus zichzelf vorm gaf, waar hij stiekem over droomde, dat is dan zijn alter ego. Hoe zit het met de karakters in zijn boeken? En uiteindelijk plaatsen we hem dan in de rij van allerlei illustere iconen die je hier achter me ziet, zoals Frida Kahlo, Robert Mapplethorpe, Martina Navratilova, Freddie Mercury en last but not least Andy Warhol. Het is echt, daar gaan we het niet doen, want dan ben ik toch een lezing aan het geven. Maar ik heb het in mijn boek uitgebreid proberen te vertellen wat het genie, want dat vind ik het wel van Couperus, is. En laten we zeggen, niet al die 50 delen van het volledige werk, maar toch zeker al heel veel. Het zijn voor mensen die niet per se kenners zijn van Couperus, te lezen als boeken die gaan over hen in het nu. Dat is volgens mij, en dat mag je ook laten zien. Maar hij viel toch ook wel weer gewoon op hele gesoigneerde eigen tijdse heren. En voor die vrouw was dat net zo. Hij hield van hele uitdagende, maar hij hield toch ook van gereserveerde en de afstand en gecombineerde daarvan. Wat was Couperus nu voor een figuur? Hij was heel rusteloos en ongrijpbaar. Hij hield zich, wat Passijnen altijd heel mooi schrijft in zijn boeken, hij hield zich het liefst op in zijn werk.
Hij was eigenlijk heel private. Hij liet zich ook niet in een hokje stoppen. En dat werd al even aangestipt als Coupeers werd geboren in een tijd van zekerheden. Die begonnen te wankelen. 1860 jaren, de jaren van Darwin, Marx, Freud. Al dat bourgeois leven in Den Haag, dat begon eigenlijk de façade te wankelen. En dat wat daaronder was, was toch iets. Die zekerheden die jou gegeven zijn bij geboorte, die zijn er niet meer. Die kun je niet op verlaten. Je moet zelf je leven vorm gaan geven. Hij genoot dus echt van de liefde van iedereen. Ja, ja. En dat beschreef hij ook goed in zijn boeken. Daar beschreef hij allerlei liefdessituaties. Behalve dus als het te dicht bij hem kwam, dan hield het ergens op. Ja, niet te persoonlijk. Nee. De persoonlijkheid, interviews heeft hij ook nauwelijks gegeven. Dat is er één interview bekend. Meerdere van zijn biografen menen een soort van roze draad in zijn persoon en in zijn werk te ontdekken. Ja, zonder twijfel, het was een vrouwelijke man. Dat kunnen we niet ontkennen als je kijkt naar al die karikaturen die van hem gemaakt zijn. Maar was hij nou inderdaad ook homoseksueel? We weten het gewoon niet. We gaan er ook niet over speculeren. Met de ogen van nu zou je Coupeers non-binair kunnen noemen. Daar gaan heel veel personages, misschien wel bijna allemaal, gaan erover van hoe moet je die zin ontdekken? Wat is het juist om te doen? Wat is rechtvaardig? Van Oudijk in de Stille Kracht. Wat is geluk? Wat is voldoening? Wat is ambitie? Enzovoort, enzovoort. En hoe ingewikkeld is het dan om zeg maar in deze twee nog vrij kleine ruimtes dan je inspiratie los te laten. Ja, nou ja, dat is een kwestie van ideeën hebben. Ik werk altijd eigenlijk in kleine ruimtes en niet zo groot. Dus wat dat betreft weet ik wel hoe je met allerlei bouwsels en dergelijke ruimtelijkheid in elkaar kan zetten. En dat hebben we dus hier ook gedaan. Aan de ene kant de benauwdheid. Maar als je dan door die benauwdheid heen komt, dan wordt het ineens weer een grote ruimte. Alle vormen van liefde, aantrekkingskracht, seksualiteit kom je bij Coupeers tegen. En het bijzondere daarvan is dat het volkomen niet moralistisch is. We hadden het net er even over, er is geen groot moralisme in heel Coupeers te denken. Wat voor een laat 19e eeuwse, begin 20e eeuw schrijver onvoorstelbaar is. Zeker als je uit Nederland komt, zeg maar. Want daar is de moraal eigenlijk altijd gekoppeld aan alles. Coupeers gaf bottom line is, hij gaf op een hele originele manier de vorm aan zijn leven. En hij schreef, wie doet het na, 50 prachtige boeken in een unieke stijl. Maar dat was ook een soort, eigenlijk een soort angst voor de, dat denk ik, een soort angst voor de totale vrijmoedigheid van Coupeers. Die op een volwassen manier schreef over seksuele diversiteit. En van de ene kant uit hebben we dus veel met kleur gewerkt, want hier is met dat zwart goud is het redelijk gedempt. Terwijl als je er doorheen loopt, dan kom je ineens in een regenboogsfeer terecht met een heleboel kleuren. Dus ja, het is een beetje van pas, aan de ene kant passen en meten van wat hebben we, wat kunnen we. Maar laten we het toch ons niet beperken direct door de omgeving, want het is eigenlijk een heel klassiek kamergedoe hier en dat hebben we ons niks van aangetrokken, we hebben er gewoon wat anders van gemaakt. Die vrijmoedigheid, en ik denk dat daar denk ik deze tentoonstelling over gaat, die is eigenlijk altijd een beetje onderlicht gebleven bij Coupeers. Deels natuurlijk door zijn eigen tijd, deels omdat men toch, ja, weet je, toen Coupeers in de jaren 70 ging, was wel een vrije tijd, maar het was toch nog, denk aan Wim Sonneveld, hè, dat was toch een, dat werd al gefluisterd dat hij misschien wel homoseksueel zou zijn. Nou, als je nu 1 seconde van Wim Sonneveld op tv ziet, dan denk je, hoezo getwijfeld. Maar dat was iets, men wil hem niet zien. Hij kan dus met alle plezier in het rijtje van deze illustre kunsticonen. Coupeers was op zijn manier ook een kunstenaar, zowel als persoon als qua werk. En ik denk dat dat een van de redenen is, behalve dat Coupeers een privépersoon was, dat hij ook in zijn werk zich volledig heeft kunnen uiten. Maar waar gaat het nou uiteindelijk om? En dat is ook meteen de boodschap van deze tentoonstelling. Leef gewoon je eigen leven. Laat je niet in een hokje stoppen. Zo ik iets ben, ben ik mezelf. Dit is een variant op de bekende spreuk van Coupeers.
Dus dat wist hij heel goed. Hij wist heel goed. En dat heeft hem er niet van weerhouden. En ik denk het feit dat dit aspect van zijn schrijverschap, er zijn nog tal van andere aspecten, maar dit essentiële, wezenlijke deel van zijn schrijverschap, dat is wat we vandaag vieren.